Hallo iedereen, ik ben Silke van Silkeblogs en vandaag is het weer tijd voor een video over haar. Het is al een hele tijd geleden dat ik voor het laatst een video over een haartang heb gemaakt. En ik weet niet, ik begon zo wat te missen, want ik vind dat wel leuk om te doen. En aangezien dat ik onlangs de L'Oreal Steampot opgestuurd kreeg, dacht ik, dit is het moment om nog eens zo'n video te maken. Ik had er eigenlijk al heel veel over gehoord. Heel veel mensen zeiden dat ze dat echt een heel fijne stijltang vinden. En ik had er zelf nog nooit echt kennis mee gemaakt. Dus ik vond het wel kei leuk om hem dan eens in het echt te zien en uit te proberen. En vandaag ga ik mijn haar dus stijlen met de Steampot. Nu, normaal is mijn haar van zichzelf al vrij stijl, maar ik dacht om het effect zo goed te kunnen zien en echt zo eens te voelen van oké, wat kan er nu juist aan, dacht ik oké, ik ga eerst mijn haar krullen en dan ga ik zien hoe gemakkelijk dat is om de krullen eruit te krijgen. Want ik heb wel gehoord dat de Steampot dat echt iets is voor mensen die heel moeilijk handelbaar haar hebben, dus mensen met krullen of met heel dik haar en zo, daar zou het ideaal voor zijn. Vandaag ga ik die dus uitgebreid testen voor jullie. Ik ga mijn haar ermee stijlen en dan gaan we zien wat het effect daarvan is. Dit is hem dus. Ik heb een speciale editie opgestuurd gekregen. Het is de Midnight in Paris variant. Wat er speciaal aan is, is dat het gewoon maar mooi versierd is en ja, het is gewoon zo'n limited edition. Ideaal om cadeau te geven misschien. Ik ga hem alvast aanzetten. Hij heeft hier in het midden 3 knoppen. 1 om hem aan te zetten. Dat ga ik alvast doen. En dan eentje om de temperatuur in te stellen. De temperatuur gaat van 140 graden naar 210 graden, denk ik. Ja, 210 graden. En als je hem aanzet, dan gaat hier zo die lichtstreep branden. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Maar dat vind ik wel een leuk extraatje. Dus wat ik direct al opmerkte aan de stijltang is dat die best dik is. Ik heb zelf wel heel graag zo'n wat bredere stijltang, omdat ik heb wel veel haar en dik haar en lang haar. Dus met een dunne, platte stijltang is het moeilijk om snel mijn haar te stijlen. Dus dat vond ik al wel positief. En dan hier opzij is de stijltang echt wel heel dik, omdat daar de stoom gaat uitkomen. Want de Steampot dat is eigenlijk een combinatie van een stijltang en een soort van strijkijzer, zou je eigenlijk wel kunnen zeggen. Want het is dus de bedoeling dat je haar gaat stijlen en dat er ondertussen stoom uit het apparaat komt. Dat ervoor gaat zorgen dat je haar heel glad wordt, zodat je eigenlijk met een strijkijzer je kleren strijkt. Ik ga laten horen dat geluid. Er zit een reservoir aan de andere kant van de kabel waar dat je water in moet doen. Eigenlijk is het echt heel erg vergelijkbaar met mijn strijkijzer. Het heeft gewoon een waterreservoir en als je het gebruikt, dan komt er stoom uit, waardoor dat je kreukels en krullen in dit geval gemakkelijk glad kunt strijken. Maar ik denk zo van ja, weet je, ergens geloof ik daar ook wel in. Want ik weet dat mijn mama die vertelde me dat ze vroeger, als mama stijl haar wou, dan ging ze zo mijn hoofd op de strijkplank liggen. En dan ging haar mama met de strijkijzer over haar haar om het stijl te krijgen. Dat was een grappig verhaal. Ik dacht zo ja, hoe komt het er zelf bij? Maar ja, dus het is blijkbaar niet zo onlogisch. Want het is dus eigenlijk effectief wat de Steampot ook gaat doen. De Steampot is opgewarmd. Ja, het misschien 20 of 30 seconden heeft geduurd voordat hij opgewarmd was. Dus dat is best snel. Er zaten ook 2 productjes in de doos die ik heb opgestuurd gekregen. En dat is de Protecting Concentrate Beautifying Ends. Een soort van serum voor op uw puntjes. En de Smoothing Milk Fiber Replenishing. Deze is een soort van melk die dat je in je haar doet, dat je haar gaat beschermen als je het aan het stijlen bent. Ik ga een klein beetje van deze crème op mijn haar aanbrengen om het een beetje te beschermen en wat gladder te maken. Die pak ik een beetje op mijn hand en ik ga dat goed openwrijven, zodat ik niet te veel in één keer aanbreng. En ik ga dat gewoon door mijn haar verdelen. Dus dit is mijn haar voordat ik het heb gestijld. Wat krullen. Oké, dus dan zullen we maar aan het stijlen gaan. Hè. Ik hoop dat dat hier een beetje goed komt. Ik heb mijn haar dus al beschermd met de crème. En dan ga ik nu de Steampot erbij nemen. Als je goed kunt zien, staan hier kleine kammetjes. En die kammetjes moeten eigenlijk altijd beneden zijn. Dus je moet altijd zo doen. Dus niet zo. Ja, dus daar, dat is het enige waar je eigenlijk op moet letten. Ik ga gewoon een lokje nemen. Ik hoop dat ik erdoor ga geraken. Mijn stijltang erover. Ik hoor hem al werken.
En mijn haar is ontzettend knoperig. Dus ik ga even mijn borstel erbij pakken om de laatste knoopjes eruit te krijgen. Ik ga mijn haar gewoon al beginnen met mijn haar even te doorkammen. Want ja, je hebt gezien dat mijn haar is echt ontzettend knoperig. En dan raak ik er gewoon effectief niet door. Ik moet zeggen, ik had vorige week bij Bo haar haar simpot gebruikt. En dat ging eigenlijk veel vlotter. Ik had het haar niet eerst uitgekamd. Maar ik weet van mezelf, mijn haar is echt ontzettend knoperig. Dus ik ga even die lok nog eens pakken. Om dan nog eens even door te gaan. Maar je ziet al eigenlijk van ja... Dat is eigenlijk al heel stijl en heel glad. Dat is niet slecht, hè? Dus ik ga verder. Volgende look. En nu hoort je heel goed dat die stoom eraf komt. En het haar voelt echt heel, heel glad. Volgende look. En mijn haar voelt echt ongelooflijk glad. Het is echt, echt, echt zot. En dus wat ik altijd heel fijn vind, is om als ik mijn haar aan het stijlen ben, om het een klein beetje naar binnen te draaien. Want dan gaan die puntjes een klein beetje naar binnen en dan heb je niet zo van die haartjes die dan zo wat wegsteken. En die babyhaartjes die wegvliegen. Oké, dus dit is al voorlopig hoe dat eruit ziet. Ene kant van mijn haar heb ik gestijld met de steampot. Het ziet er super glad uit en stijl. Maar het voelt ook gewoon... Heel zacht, heel glad. Oh ja, je zou het eigenlijk moeten kunnen voelen. Heerlijk. Mijn haar is volgens mij nog nooit zo zacht geweest. Ik ga er toch nog even met de borstel door, want mijn haar is zo dik en zo lang en knoperig. Dat ik er toch wel even moet doen. Wat ik zou aanraden is als je zelf krullen hebt en je gaat de steampot gebruiken, begint gewoon eerst wel even met je haar uit te kammen. Dan wordt het misschien even wat pluizig, maar dan raak je er veel gemakkelijker door. Allee, bij sommige mensen gaat dat niet nodig zijn, maar bij mij zeker. Het is gewoon echt ook leuk om te doen. Ik ben nu ongeveer 10 minuutjes bezig geweest om mijn volledige haar te stijlen. En het is echt wel heel mooi stijl. En ja, het is vooral ook gewoon super, super glad. Ik ga nu afwerken met een beetje van het serum op mijn puntjes te doen. Ik ga op mijn hand spuiten. Niet te veel zulke. Ik ga dat goed verdelen, hè, want zo'n serum dat kan wel je haar wat verzwaren. Ik deel dat gewoon over mijn handen en dan ga ik gewoon zo voorzichtig door mijn haar kammen. Voilà, serum op de puntjes en dan is mijn haar helemaal glad en stijl en zacht. Ja, dus mijn persoonlijke indruk van de steampot is heel positief. Dus ik vind het heel fijn dat je kunt instellen dat je van 140 graden naar 210 graden kunt gaan. Dat zijn respectievelijk hele... lage en heel hoge temperaturen en dat vind ik wel heel positief. Omdat ja, als je wat fijne haar hebt, dan is het wel fijner om met een wat lagere temperatuur te werken. En als je dik, vroezelig haar hebt, zo een grote krullenbol of zo, dan heb je wat meer, dan heb je wat meer warmte nodig. Dus dan kun je tot 210 graden gaan, dat vind ik zelf wel heel, heel gemakkelijk. Wat ik heel fijn vind aan de steampot is ten eerste dat hem stoom uitblaast, waardoor dat je haar gewoon... ja, ik vind het moeilijk om uit te leggen, maar zo dat gevoel dat je haar gewoon die... Ja, ik kan... Nee, ik kan het niet zo goed uitleggen. Ik kan het niet goed uitleggen, maar je haar wordt gewoon heel, heel glad van. Mijn gewone stijltang wordt mijn haar al wel vrij glad. Maar het gevoel van mijn haar is echt anders als ik de steampot gebruik. En wat ik ook heel tof vind, is dat er zo'n kammetje zit onder de platen. Waardoor dat je haar goed wordt vastgenomen, goed wordt verspreid. En dat je haar niet uit de stijltang valt. Of dat je haar niet zo een... Dat je geen knoopje hebt dat je dan in je haar zit te stijlen of zo. Dus dat vind ik wel echt een
heel, heel groot pluspunt. Dat vind ik raar dat niet alle stijltangen hebben, maar... Ik had in het begin zo'n beetje schrik ervan, omdat ik dat wel eng vond om zo ja, een stijltang met water in combinatie te gebruiken. Maar eigenlijk wordt het echt super gemakkelijk. Je moet gewoon een beetje water in het reservoir aanbrengen. En that's it. Dus het is niet zo dat je er echt veel moeite voor moet doen. Want dat was eigenlijk wat ik had verwacht in het begin. Zo van, dat dat echt zo, ja, ik weet niet, een heel gedoe zou zijn. Maar dat is dus niet het geval. Het werkt heel gemakkelijk. Ja. Het resultaat is zoals je kunt zien echt heel, heel goed. Dus je doet echt perfect wat het dan belooft. Het enige kind of nadeel is dat je er niet gemakkelijk krullen mee kunt zetten. Ik heb dat geprobeerd al. Ik heb het bij Bo ook geprobeerd en bij mezelf ook al geprobeerd. Je kunt wel een klein beetje een slag in je haar doen. Dat je puntjes zo'n klein beetje bewegen. Maar echt krullen maken, dat is geen optie. Maar ja, nu, uiteindelijk, het is een steampot. Het is echt wel een stijl om je haar mee stijl en glad te maken. Dus echt een nadeel wil ik dat nu ook niet noemen. Maar ja, dat moet ik er dus dan wel bij vertellen. Dat heb je geprobeerd, maar dit is dus niet gelukt. Het is geen goedkope stijltang. Het is echt wel een beetje een investering. Maar anderzijds vind ik ook wel van ja, ik geef liever wat meer uit aan een goede tang. Die dat ervoor zorgt dat mijn haar echt mooi glad is. Die dat mijn haar ook gaat verzorgen. En gewoon op lange termijn is dat veel beter. Dan dat ik een goedkope stijltang ergens vind en daar mijn haar eigenlijk mee kapot maak. Of niet eens het resultaat krijg dat ik wil. Dus... Het is een investering, dat weet ik. Maar het is het wel waard, vind ik. Ik denk dat de steampot echt heel, heel geschikt is voor mensen die dat onhandelbaar haar hebben. Die dat hele grote krullen hebben. Die pluizig haar hebben. En die hun haar wat gladder willen maken. Ik denk dat het echt voor zulke mensen een ideale tang is. Ik heb zelf geen krullen. Ik heb niet echt super pluizig haar. Maar ik vind het toch fijn om een stijltang te gebruiken om zo wat meer glans in mijn haar te krijgen. En daarvoor vind ik hem ook gewoon echt super. Ik heb al mijn stijltangen aan de kant geschoven. En de steampot ligt nu stevast in mijn badkamer. Dus ja, die neem ik er altijd even bij. Ik ben heel benieuwd of dat jullie zelf misschien al ervaring hebben met de steampot. Misschien heeft iemand van jullie hem thuis liggen. Laat me zeker weten in de comments. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Als je nog een suggestie hebt over een video die dat je graag wilt zien. Van ja, ik wil graag dat je een video maakt over dit, over dat. Zeker weten. Ik ben heel benieuwd naar. Dus als je meer van dit soort video's wilt zien, dan mag je zeker een duimpje omhoog doen. Als je nog niet geabonneerd bent, dan zou ik dat super leuk vinden. Als je het zou doen, dan kan je doen door op de bol hier te klikken. En ja, bij deze wil ik jullie graag heel erg bedanken om te kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Dag!